Like deze video voor 10 uur lang extra geluk. En ik ga dat nodig hebben. Ik heb namelijk een vriendschapsverzoek ontvangen. Oké, dat is niet zo heel speciaal. Alleen niet van zomaar iemand. Roblox bestaat al jaren. Hoeveel? Heel veel. En een van de eerste Roblox-spelers was Annie. Het was een meisje, ze zag er aardig uit. Alleen, er gebeurde iets raars. Waar de meeste spelers in Roblox games gaan spelen, heeft zij maar één game gespeeld. Eén keer. En is daarna nooit meer teruggekeerd. En die game was Brookhaven. En toen ik zojuist Brookhaven aan het spelen was, kreeg ik ineens een vriendschapsverzoek. Nou, hier heb je Brookhaven. En als je dan naar rechtsboven gaat, heb je een belletje en Annie. En als ik er dan op klik, dit is haar profiel. En let goed op, ze heeft haar account aangemaakt op 1 september 2006. En moet je zien, wanneer kwam Roblox uit? 1 september 2006. Dus dit is inderdaad een van de eerste Roblox-spelers. En net zoals het verhaal vertelt, heeft ze nog maar één plek bezocht in Roblox. Dat in bijna 20 jaar tijd. Ze heeft 0 vrienden, 0 volgers en volgt niemand. Maar zoals je kunt zien, ze heeft mij een vriendschapsverzoek gestuurd. Het verhaal luidt dat je een vriendschapsverzoek van Annie nooit moet accepteren. Job, waarom? Je mond beweegt en ik hoor van alles, maar ik snap het niet. Nou ja, het zou een soort van creepypasta zijn, right? Dus daar wil je eigenlijk geen vrienden mee worden. Ik heb het gedaan. Ik heb spijt. Oké, we herladen de pagina en oh my gosh. Ik ben de enige vriend van Annie. Haar eerste vriend in bijna 20 jaar tijd. Oké, het is tijd voor Brookhaven. Wacht eens even. Ze heeft nu ineens 2 games gespeeld. Dat betekent wacht, ik herlaat de pagina weer. Ze is online en ze speelt iets. Maar wat is ze dan aan het spelen? Brookhaven. Oké, we kunnen 2 dingen doen. We kunnen haar joinen en kijken wat ze in Brookhaven doet. Of we kunnen met haar chatten. Wacht even. Hallo. Oké, dus voor alle duidelijkheid. Ik weet niets van deze Annie. Ik weet alleen dat ze 20 jaar niet gezien is in Roblox. Bijna 20. Ongeveer. En dat het een van de eerste spelers was. Waarom zou iemand een account aanmaken en vervolgens nooit spelen? Dat is wat dit verhaal zo spannend maakt. Daar is geen antwoord op. Oh, ze is aan het typen. Ze is aan het typen. Ze zegt, laat me alleen. Oké. Nou ja, dan houd het op. Ze is weer aan het typen. Ze zegt of nou ja. En ze typt weer. Tenzij je niet bang bent. Bang? Ik bang? Ik ben niet bang. Ik bedoel, ziet het er bang uit? Ze noemen me ook wel Job nooit bang. Want ik ben Oké, ik ben bang. Maar dat ga ik haar niet zeggen. Ik ben niet bang. Oké, ze doet nu even niks. Oké, ik zie er nu niet meer typen. Misschien gelooft ze me niet. Ach ja, weg met die chat. 1 manier om het te bewijzen. Oh nee. Oké, het spel is opgestart. Dit is natuurlijk het beginscherm in Brookhaven. Niet zo speciaal. Maar als het goed is, ben ik dus in dezelfde game als die Wacht eens even, staat ze daar nou? Ze staat daar op de fontein, letterlijk. Ik zie haar. Kom op, draai, draai. Ze loopt daar. En ze is weg van de fontein. Oké, snel, snel, snel. Play, play, play. Ze stond dus net op de fontein. Wow, wat is dat? Er hangen ineens allemaal sterren boven of zo. Wat wil ze me vertellen? Oké, wacht even. Volgens mij liep ze net dit appartementencomplex binnen. Maar ik zie er hier nergens. Dit appartement is nog vrij. Dan heb je nog een verdieping hier. Oh, ze is weg. Wacht even, ik snap het niet. Waar is ze dan? Oh my gosh, ze loopt buiten. Waar gaat ze naartoe? Oké, wacht. Ik hou er gewoon in de gaten en ze probeert zich te verstoppen. Maar wij hebben gezien waar. Snel, 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 snel. Wat is het verhaal achter deze Annie? Waarom heeft ze nooit Roblox gespeeld? Behalve 20 jaar geleden en vandaag dan. Oké, ik ga zelf hier achter staan, want ja, daar is ze. Ze kijkt om zich heen, ze kijkt om zich heen. Oké, ze denkt dat ik haar niet zie. Dus ik ga snel in mijn rugtas op zoek naar een verrekijker. Oké, die pak ik erbij. Oké, ik heb haar in het vizier. Ze beweegt. Wat gaat ze doen? Waar is haar gezicht? Oh, ze heeft me gezien. Wegwezen, wegwezen. En ik wil van de glijbaan. Inderdaad, dat vind ik gewoon leuk. Maar ik ben bang. Oh nee, wacht. Ik blijf juist in het zwembad. Dit is het. Oh, snel erdoorheen. Als het goed is, als je namelijk naar deze geheime ondergrondse kamer gaat, dan kun je daar mee gluren op de camera's. Dus wacht even. Dat is volgens mij op deze lamp klikken. Hier naar beneden. En dan perfect. Oké, ik zie nog niks, maar ik hoor voetstappen. Ik hoor voetstappen. Daar is ze. Wat doet ze nou? Haar gezicht is weer terug en ze lacht. Oké, ze gaat er weer vandoor. Wacht even. Wil ze me nou gewoon in de maling nemen? Ik snap het niet. We kunnen er maar op 1 manier achterkomen hoe dit zit. En dat is als we het haar vragen. Oh nee, het wordt ook al donker. Maar goed, er zijn 2 dingen die me opvallen. Het eerste wat ze deed was wegrennen en zich verstoppen. En 2, ze ziet er eigenlijk helemaal niet eng uit. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn. De meeste creepypasta's hebben rode ogen, scherpe tanden en een taco-hoedje! Taco-hoedje? Dat is toch niet eng? En vooral dat verstoppen vind ik wel interessant. En daarom ben ik hier. Ik heb eens een keer een video gemaakt waarin ik heb laten zien dat je in deze boot kunt glitchen. Waardoor de muren onzichtbaar worden en niemand je meer kan zien. Oké, wacht. Ik zal kijken of het lukt. Daarvoor moet ik de slaapzak op een bepaalde manier neerzetten. En
Ja, oké, het is gelukt. Zoals je kunt zien, het is heel raar, maar ik zit in de rand van de boot en daar lopen we dus nu langs heen. En dan hoop ik eigenlijk op deze manier de geheime verstopplek van Annie te vinden. Ah nee, ik kan hier niet verder lopen. Oh, ik zie haar daar. Waarschijnlijk probeert ze hier ook in te glitchen, maar ze weet niet dat ik er ben. Oké, wacht. Het is een beetje lastig om hier weer weg te komen trouwens. Oh nee, wacht, ik hoor er weer. Daar is ze. Oh nee, heeft ze me gezien? Wat doet ze nou? Ze heeft me uit de server gebannen. Nee. Maar wacht even, ze zit zelf nog wel in Brookhaven. En ik ben nog haar vriend, dus ik kan er weer joinen. Moet ik dat de volgende keer doen? Gewoon om te vragen waarom ze dit doet. En wat haar lievelingskleur is. Oké, prima. Reageer dan ja. Terug naar Brookhaven. Oké, ik ben weer gejoind, deze keer in een openbare server en... Oh, zij is ook gejoind. Zij is mij gejoind. Oh, dude. Kijk dan, ik sta letterlijk voor de... En ze is weg. Oké, dat kan twee dingen betekenen. 1, ze wil me iets vertellen. Of 2, ik heb zin in cornflakes. Ik heb wel zin in cornflakes. Maar waarschijnlijk wil ze me ook wat vertellen. En oh ja, voordat we verder gaan met dit spannende verhaal. Dit is de brandweerkazerne. En er is een nieuwe update geweest in Brookhaven. Ik zal kijken of ik het kan laten zien. Waar is de brandweerauto? Die is hier, zit. Ja, zoals je kunt zien, ze hebben dit hier toegevoegd. Dit is letterlijk een soort van brandslang. Of het is eigenlijk een waterslang, want er komt geen brand uit. Maar het wordt gebruikt voor brand. Verwarrend. Dus dit is echt super chill. Stel voor, er staat iets in de brand. Dan kun je dit ding meenemen. Hoe ver kunnen we hem stretchen? Oké, wacht even. Job, je werd net nog achterna gezeten door een creepy. Oké, laat maar. Maar op zich, dat is best wel nice. En wat je volgens mij ook kunt doen, is dat als je hierop klikt. Ah, kijk. Dan koppelt hij aan dat ding, waarvan ik de naam niet weet. Waar honden in cartoons altijd tegenaan plassen. Sorry, ik kijk te veel tekenfilms. En kun je dan ook hierin zitten? Ja. Oh, en dat kun je bewegen. Zo cool. Dus nu kun je zeg maar overal gewoon naartoe. Maar wacht, kan ik mezelf dan ook stiekem ergens ophelpen waar ik eigenlijk niet op mag komen? Job, je bent nu al aan het vals spelen. Natuurlijk spel. Oh. Ik viel. Oké, maar dat is wel nice. En ik kan de ladder ook weer resetten. Dan staat hij weer normaal. Oké, dat was grappig. Oh. Hallo? Oh nee, er is brand. Oh, dat ding zit er nog wel aan. Is dat niet gevaarlijk? Oh. Oh nee. Oh, breekt die? Nee. Oh. Oké, gelukkig heb ik er 2. Waarom staan er zoveel paarden hier? Waarom vliegt daar iemand? Hebben jullie Annie gezien misschien? Een vliegend meisje met pet? Nee? Oké. Nou, we moeten natuurlijk ook even dit doen. Voor het optimale effect. We kunnen zelfs de brandweerauto in de brand zetten. Oh my gosh, wacht even. Dus dat betekent... Oh, dit meisje zegt ik wil je in een geheime kamer laten zien. Oké, dat vind ik een goed plan. Oh. Jullie vliegen. Ik zeg, laat me maar zien. Oké, dus we gaan een geheime kamer zien. Hey, jullie zijn veel te snel voor mij. Wacht, ik pak er even een fiets bij en die maak ik even extra snel. Dit is zo raar. Ik wou eigenlijk een nieuwe update laten zien, maar in plaats daarvan volg ik 2 vliegende dames. Dat is, weet je waarom ook niet, man. Het is toch maar gewoon een normale dinsdag. Maar waar gaan we naartoe? En waarom skate jij zo raar? Dat skateboard beweegt niet eens. Ah, je gaat me toch niet... Oh, je gaat me toch niet hier naar boven brengen, hè? Deze ken ik echt al 20.000 jaar. Oké, misschien gewoon een paar maanden, maar ik ken deze lang. Ik weet het, kijk, je drukt op deze knop. Hupsakee, kun je hier doorheen. En dan ga je naar boven en dan ben je helemaal cool. En dan heb je hier een geldprinter en dan kun je geld printen. Want ja, dat is wat een geldprinter doet. Oké, ik ga weg. Reageer voor een deel 2 van Annie. Abonneer voor meer en adios.